Goedenavond, het is 29 januari, 7:03. Welkom bij 1 op vrijdag. Anti-windmolenactivist Jan Nieboer doet een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer. Hij staat op de lijst van de nieuwe partij Oprecht. Er loopt nog een strafzaak tegen hem wegens anti-windmolenterreur. Nieboer is vooral bekend door zijn jarenlange strijd tegen de komst van windmolenparken in de Veenkoloniën en langs de N33 bij Meeden. Ondanks protesten en rechtszaken zijn beide parken inmiddels aangelegd. Jan, goedenavond. Welkom bij ons in de uitzending. Hoe gaat het met je? Goedenavond. Ben je al een beetje bijgekomen van alle commotie? Ja en nee. Kijk, de commotie rond de verkiezingen is nog maar net losgebarsten. Maar de andere commotie, daar heb ik me helemaal geen zorgen over gemaakt, of druk over gemaakt. Dus heb ik maar over mij heen laten komen. Maar Jan, gefeliciteerd. Jij staat op de lijst van de nieuwe partij Oprecht en je wil graag de Tweede Kamer in. Dat is juist. Hoe komt dit zo? Dat klopt. Ja, dat is vorig jaar geboren. Wij hadden hier in ons thuiscafé een platform stormvergadering. Nadat wij voor de zoveelste keer waren afgewezen in onze bezwaren, in dit geval bij de Raad van State. Toen was een van de bestuursleden die zegt, Jan, wat moeten we nu nog gaan doen om ja, onze stem te laten weerklinken, dat we toch nog iets van ons recht naar ons toe zouden kunnen halen. Toen zei iemand anders, misschien moeten we een politieke partij oprichten. En daar hebben we eigenlijk van gezegd, daarom gaan we daar werk van maken. En de volgende dag is dat eigenlijk landelijk in de media gekomen. Ja, want Platform Storm, waar je het net over had, dat is de partij, een groep mensen die tegen de windmolens is. Klopt dat? Ja. En daar zit jij ook bij. Wat is jouw functie binnen die partij, binnen die groep? Ik ben nog steeds penningmeester als bestuurslid en ik ben woordvoerder van Platform Storm, maar ook van de overkoepelende organisatie tegen Witte Veenkoloniën. Kijk, en vanuit daaruit heb je de partij is de partij opgericht, Oprecht. Op welke plek sta jij op dit moment? Ik sta op de zesde plek en ik moet zeggen dat het initiatief van Oprecht is ontstaan bij Robert van Gemeren en Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, dus in het zuiden van het land. Maar zij hebben vastgesteld dat de problemen die wij hier ervaren eigenlijk landelijk de kop opsteken. En zo hebben we de partij landelijk getrokken. Ja, en waar staat de partij Oprecht voor? Ja, die staat voor een aantal dingen. Wij willen eigenlijk het midden zoeken tussen links en rechts. Wij zijn niet socialistisch, maar wel heel erg sociaal. En wij willen eigenlijk inzoomen op een aantal zaken die in Nederland, naar de mening van heel veel inwoners, de verkeerde kant op gaan. Namelijk toch aandacht voor onze eigen cultuur. Maar ook een stuk minder betutteling van de overheid. Eerlijk naar burgers luisteren. En dat vooral het credo van ons is van doen waar we voor gekozen zijn. Niet onszelf vertegenwoordigen, maar de burgers die op ons gestemd hebben. Maar is dat niet het credo van alle partijen? Zegt niet iedereen die dat? Die indruk heb ik niet. Nee, die indruk heb ik niet. Men etaleert dat wel, althans voor een deel in de aanloop naar verkiezingen. Maar wat wij ervaren hebben in het noorden is dat wij langzamerhand als het afvalpuntje van Nederland wordt behandeld. En dat de coalitie in beton gegoten is en dat burgerbelangen er tussentijds niet toe doen. Ja. Maar goed, jullie zijn een nieuwe partij. We hebben nog niet van jullie mee kunnen krijgen of dit grootspraak is of niet. Maar waarom moeten wij jullie nu gaan geloven daarin dat dit geen grootspraak is? Nou, ik denk dat het heel eenvoudig is. Hier zit een Noorderling die al heel erg lang eigenlijk in de media is. En die voortdurend gehamerd heeft op het belang van, zonder enige politieke ambitie toch in die tijd, van de noordelijke burgers die zich eigenlijk overroeld voelen door alle duurzame energieplannen die hier uitgerold worden. We hebben het in het verleden natuurlijk gehad over dat het veen hier afgegraven is ten behoeve van energie in de rest van Nederland.
Daarna kwam het drama rond de aardgaswinning. Vervolgens kwam het drama rond de windplannen. Waar wij toen van zeiden van nou, dat kan wel bij zonnepanelen. Dat mocht toen niet, dat was toen niet haalbaar. Nu worden de zonnepanelenvelden ook uitgerold hier. We hebben het over de CO2-opslag. Dus langzamerhand denk ik dat wij voldoende weerklank hebben. En een, ja, echt ook wel een stuk geloofwaardigheid hebben opgedaan. Dat de dingen die wij zeggen, dat we daar ook ons echt voor staan en een hart voor gaan maken. Ja, en blijven de, maken. De concurrentie is moordend. Hielke, hoeveel partijen doen er eigenlijk mee dit jaar? Ik heb gelezen dat er 89 partijen zich gemeld hebben. Vestigen in deze coronatijd. 89 partijen hebben zich bij de kiesraad gemeld. Ik heb even een klein, ja. Ik heb een groot overzicht. Kijk maar even mee. Tada, schrik niet, dames en heren thuis. Ja, het is echt verzinnend en er is wel een naam voor bij een partij. Zie ik daar nou rechtsonder Evert staan? Evert met een hoofdletter. Evert, capslock jongens, Evert, geen pijl, dan die kennen we al. Partij voor de Kinderbelangen, NL Beter, PVDNI, niet-stemmers, Kruis 33. Wij zijn Nederland, de feestpartij van Johan Flemings. En als je denkt, Hielke, wat ongelooflijk veel. Nou, ik heb een verrassing, er is nog meer. Kijk maar, kijk, het past niet allemaal op één schermpje. Hier hebben we er nog een paar. Volksbesluit, Samensterk, Partij 18+. Daar mag je heel veel van drinken waarschijnlijk, ik heb geen idee. De Republikeinen, je hebt dus ook de Republikeinse Partij. En je hebt de Republikeinen. En je hebt de Partij Samen en je hebt de Partij Samensterk. Dus het wordt nogal wat straks met het stemmen, met dat grote veld dat ongeveer straks de grootte heeft van de parkeerplaats. Ik denk dat ze die stemhokjes ermee gaan behangen. Maar even een dingetje voor de kiesraad, dat is even een persoonlijk dingetje. Ik had bij de vorige verkiezingen nogal moeite met het stemformulier eruit te krijgen in dat kleine stemhokje. Ik weet niet hoe ik dat dit jaar ga doen, want volgens mij, ik hoop dat mijn partij er een beetje bovenaan staat, want anders wordt het heel erg lastig. Ga je nog verven, Hielke, binnenkort? Deze moet je nog iets verbouwen? Want ik kan natuurlijk ook mooi als onderlegger voor het toevallig, verven. Toevallig, ik wil mijn kamer verbouwen. Dus ik denk dat ik een paar van die dingetjes meeneem. Samen met die rode potloden, want die mag je straks natuurlijk meenemen. En dan kun je dat mooie. Nou, dan kun je wel een flink kamertje mee leggen, toch? Oh, absoluut. De studio kunnen we in ieder geval al mee bedekken in één keer. Dus, dat lukt jou wel, hoor. Vast wel. Tussen zeker. Jullie. Helemaal goed. Maar Jan, als je dat zo ziet, tussen 89 partijen, lukt het jullie? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, want die 89 partijen die moeten eerst €11.500 in de kas van de kiescommissie storten. En vervolgens moeten ze voor steunverklaringen langs alle 19 kieskringen met 30 stemmen, de ondersteuningsverklaringen die door het gemeentehuis zijn gelegaliseerd. En dat is ons bij intussen 7 provincies al gelukt. En het geld is ook gestort, dus in die zin staan wij sowieso op bij 7 provincies op de kieslijst. Ja. En welke provincies zijn dat? Dat zijn de noordelijke provincies en in Zuid-Holland zijn er een paar. Limburg is binnen, Brabant heb je net gehoord. Dus het is in Overijssel zijn we een heel stuk op weg. Dat horen we zaterdag hoeveel het daar gekomen is. Dus wij denken dat wij toch in het grootste gedeelte van Nederland meedoen. En ik heb vanmiddag net gehoord dat waarschijnlijk Curaçao ook nog lukt. Kijk eens aan, Curaçao. Dat is niet niks, Jan. Nee. Maar Jan, jij vertelde net, je ziet het noorden een beetje als een afvalputje. Eigenlijk het hele noorden en vooral hier in de regio. Je ziet overal windmolens, zonnepanelen. Is dit nog wel te behalen voor jullie? Want alles is er al, alles ligt er al. Wat is er nog te behalen voor jullie? Nou, er is heel veel te behalen, want waar wij altijd voor gewaarschuwd hebben is dat de duurzame energieplannen die hier uitgerold zijn een heel vervelend effect hebben, niet alleen op de omgeving, maar ook op de mensen in de dieren die daar woonden. En jij weet natuurlijk al lang van waar de daar leven woningen, dat mensen zich onprettig voelen met die knipperende lichtjes 's avonds en 's nachts. Maar wat veel erger is, dat is nu bij mede ook onafhankelijk door de gemeente zelf vastgesteld, er is sprake van laagfrequent geluid waar heel veel mensen ziek van worden. Binnen de EU hebben we natuurlijk het Europese Hof van Justitie die over België een uitspraak gedaan heeft. Het is zo dat Europa, maar ook de Nederlandse overheid de veiligheid van burgers moet garanderen. En zij hebben het omgekeerde gedaan. Dus ik ga heel snel gelijk krijgen. Ik heb altijd gezegd, als deze windturbines komen, dan gaan wij door met vechten, want ze zullen op enig moment weer moeten verdwijnen. De eerste signalen zijn er nu. In mede zijn ze aan het zoeken hoe ze de laagfrequente geluid kunnen verminderen of kunnen wegnemen. Nou, er is één oplossing voor. Molen stilzetten en weer halen.
Ja. Maar Jan, jij zegt, nou, hè, ik ga er tegen aanvechten. Jij hebt nog een rechtszaak aan je broek hangen op dit moment. Mag jij daarmee de Tweede Kamer in? Daar kan ik rustig de Tweede Kamer in. Er is een fractievoorzitter van een partij die meneer Wilders heet. En Wilders die heeft ook een proces aan zijn broek hangen. Laten we heel duidelijk zijn. Ik ga straks helemaal vrijgesproken worden. Omdat ik geen strafbare feiten heb gepleegd. Als dat wel zo zou zijn, dan had ik mij al lang teruggetrokken. Want ik vond natuurlijk niet het blamage dat ik een verhaal vertel die niet klopt. Nee. Hoeveel zetels denken jullie binnen te halen? Ja, dat is al heel moeilijk te voorspellen. Wij hopen op 6 tot 8, maar dat is natuurlijk een hele partij. Het heeft ook, denk ik, te maken met de mate waarin wij straks de kans en de gelegenheid krijgen om ons te profileren. Ik durf daar geen harde voorspellingen over doen. Dat wij zetels gaan krijgen, dat staat vast. Ja, is dat niet te hoog gedroomd? Nou ja, je kunt natuurlijk te hoog dromen, maar je kunt ook proberen reëel te zijn. Ik hoor heel veel mensen die zeggen van Jan, wat er nu allemaal zit in de Tweede Kamer, dat is toch langzaamaan één pot nat. Ze vallen elkaar allemaal bij, maar één reden dat ze hun 120.000 euro per jaar houden. Heel veel mensen zijn aan de zoeken. Hè. We hebben natuurlijk de PVV, wat voor een heleboel mensen toch ook een noodstap is. We hebben gezien dat Thierry Baudet heel veel mensen aan zich gebonden heeft die nu afhaken. Dus wij denken dat er best wel mogelijkheden zijn. Dan zien we je graag terug, Jan, over 3 maanden als Tweede Kamerlid hier bij ons in de studio. Nou, leuk om te horen. Dank je wel. Ik zal mijn best doen en ik zal ook de woorden die ik hier met jullie gedeeld heb proberen na te komen en hard te maken. Helemaal goed, houden we je aan, Jan. Dank je wel voor het aanschuiven. En op ons andere computerscherm zitten ze al klaar. Malou Tro... als ik het goed uitspreek. Ik weet nog steeds niet of ik het goed uitspreek of niet. Laten we maar gelijk daarmee beginnen. Dat klopt. Je mag er goed straks van maken. Dat is goed. Trox. Helemaal goed. En Rianne Brinks. Fijn dat jullie er ook zijn. Jullie zijn van de Manege in Stadskanaal. Vita Nostra. Daar is een groot probleem. Klopt ook. Vertel, wat is het probleem? Nou, wij zijn eigenlijk in actie gekomen voor de Manege, omdat... De corona gooit gewoon een beetje roet in het eten voor de sporters natuurlijk zelf. Omdat we niet meer mogen rijden volgens de maatregelen die er zijn opgelegd. Er mogen ook geen lessen meer gegeven worden. En dat maakt nu dat eigenlijk voor de tweede keer er ook veel leden en klanten zijn die niet meer betalen. En dat is natuurlijk hun goed recht. Maar het betekent ook dat er veel kosten nu voor de manege zelf zijn. Waar normaal ook een inkomstenkant van was. En die ontbreekt nu. Dus wij... het financiële plaatje zag er gewoon best somber uit. Dus wij zijn acties gestart. Ja, wat voor kosten moeten lopen door? Best wel veel kosten natuurlijk. Dus de paden staan, die moeten even verzorgd worden. Moeten eten en drinken. Moeten uitgemest worden. Dat gaat allemaal hartstikke lastig als je niet met zoveel mensen tegelijk op een plek mag zijn. Alle andere kosten, de energiekosten. Eigenlijk loopt alles door. Maar de inkomsten die stagneren gewoon ontzettend. Ja, vergeet ook de hoefsmiddelen, de tandarts die moet komen. Alle verzorging. De gezondheid van de paarden die gaat natuurlijk ook gewoon door. Net zoals wij naar de tandarts moeten, moeten de paarden dat ook, lijkt mij. Is deze actie door jullie zelf opgezet of zijn het door de leden van jullie, is het door de leden van jullie opgezet? Nee, wij zijn zelf, Malou, nog een meid, Connie en ik, die hebben eigenlijk een actiecomité opgestart. Wij runnen eigenlijk de acties en... We hebben inmiddels ook onze leden opgetrommeld om zelf met acties te komen. Zo zijn er inderdaad al een aantal leden heel actief die op hun eigen manier, op deze manier dus een bijdrage leveren. Door onder andere lege flessen in te leveren op de manege en bij die mensen thuis. Er is een fotoactie gestart. Een van de meiden die maakt foto's van de paarden en zo. Dat je toch nog op die manier, althans de leden die niet meer op de manege mogen komen... En de meeste kinderen rijden ook op een eigen, op een vaste paard van de manege. En op die manier kunnen ze dan toch nog een beetje contact hebben met hun paard. Ja. Wat hebben we nog meer? Nou, we zijn een crowdfunding gestart sinds een aantal dagen. Die loopt best wel heel mooi. Daar was ik er dankbaar voor. Maar goed, ja, weet je bent meer nodig om voor elkaar te krijgen wat wij graag zouden willen. Wat zijn jullie nodig? Hoeveel zijn jullie nodig?
Nou, zoals het nu lijkt, zitten we ongeveer rond een 100.000 euro. Want het gaat om het dak, de vervanging van het dak. Dat is het grootste gedeelte. Hè? Er zijn allemaal reserveringen gedaan in potjes. En er is geprobeerd om via financiering een dak te vervangen. Omdat hier gewoon echt een vervanging toe is. Maar goed, ja, doordat de corona voor de tweede keer nu afspeelt, zijn die reserveringen die zijn gewoon op. Die buffers zijn leeg. Hè. Die worden gespendeerd nu gewoon aan alle maandelijkse uitgaves. Hè, waardoor dat heel erg stagneert. Nou ja, je snapt als je inkomsten niet lopen, dat je nergens geen financieringen kunt krijgen. Waardoor je dus een ton niet zomaar 1, 2, 3 bij elkaar hebt. Nou, en Hielke weet op dit moment de stand van zaken. Die heeft net nog gegoogeld en gezocht. Wat is de stand van zaken op dit moment? De stand van zaken was van 2 uur geleden nog 4.190 euro over 125 donaties. Dus het begin is er in ieder geval. Nog 95.000 euro te gaan. Maar het dingetje is wel, en dat heb ik ook aan mensen thuis gevraagd. Heel veel bedrijven zitten op dit moment in het nauw. Bedrijven, stichtingen, iedereen eigenlijk. Heel veel mensen doneren ook. Heel veel mensen beginnen zo'n doneeractie. En de vraag is dan ook, doen mensen het eigenlijk nog wel? Doneren mensen eigenlijk nog wel? Die vraag heb ik even gesteld. Ja, zegt 40%. Nee, zegt 60%. Ik geef niet meer aan goede doelen. Nou, in ieder geval 40% doet het nog wel. Dat is in ieder geval iets goeds. En wat geven mensen dan zoal aan? Dat heb ik ook even gevraagd. Kijk mee. Iemand was heel leuk. Via Krasloten sponsor je ook iemand. Ja. Hij is fijn. Maar niet, het geeft niet. Ik zit in de minima dus aan niemand. Ontwikkelingshulp, cultuur. Houd ik voor mezelf. Kan ook. Gehandicaptenzorg, kinderen wereldwijd. En het levensonderhoud van mevrouw. Kijk even naar. Is dat een goed doel? Nee. Prima. Nee, is geen goed doel. In 2021 is dat geen goed doel meer, jongens. Het telt niet. Tunnen jullie. Helemaal goed. Nee, maar Vita Nostra. Je kunt er inderdaad lekker paard en pony rijden. Maar jullie doen nog meer. Ook dagbesteding. Ja, klopt. Ja. Kunnen jullie vertellen wat Vita Nostra voor staat en wat ze allemaal kunnen doen? Vita Nostra is dan een manege en pensioenstal. En daarnaast is het ook een leer- en werkplek voor studenten die een opleiding volgen richting paardenhouderij. En daarnaast hebben we inderdaad ook mensen lopen die een arbeidsbeperking hebben en die op deze manier een dagbesteding hebben. Die helpen mee met de verzorging, met alle taken die in en rondom de manege moeten plaatsvinden. Ja, maar daar krijg je als het goed is subsidie voor, volgens mij. Kan je daar nog een deel van bekostigen? Ik vermoed het niet. De subsidie is niet voor niks natuurlijk aan die mensen gericht. En aan de begeleiding van deze mensen. Helemaal goed. Hey, nogmaals, het dak onder andere, de verzorging van het paard. Er moet echt wat gaan gebeuren uiteindelijk. Er was een potje voor het dak, die is nu helemaal leeg. Eigenlijk staat het water jullie aan de lippen. Kun je nog heel even kort vertellen waar mensen kunnen doneren? Wij hebben een actiesite, ik weet niet of je het kan lezen, maar doneeractie.nl. Dat is de website waar je rechtstreeks een donatie kan doen. Mm-hmm. Daarnaast hebben wij ook ons e-mailadres beschikbaar gesteld. Dat is vitanostra21@outlook.com. En op die manier kunnen mensen ook contact met ons zoeken als zij op wat voor manier een schenking zouden willen doen. In de vorm van financiële schenking of in de vorm van materiaal, voeding voor de paarden, et cetera. Helemaal goed, dankjewel. En dat is natuurlijk ook te vinden op jullie Facebookpagina, lijkt mij, hè? Ja, absoluut. Nou, helemaal goed. Dank jullie wel voor het aanschuiven, dames. En heel veel succes. En ik hoop dat er genoeg geld binnenkomt. Die 100.000 is heel veel natuurlijk. Maar ik hoop dat het grootste deel daarvan binnengehaald kan worden. Hard nodig. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Helemaal goed. Dank jullie wel voor het aanschuiven, dames. Jullie bedankt. Zometeen hebben we Jeroen Wever. Hij zit er al digitaal, zie ik hem hier al zitten. En we gaan het hebben over het project Touwkomst. 3 miljoen euro voor de provincie Groningen, voor goede doelen. En voor projecten die net opgestart gaan worden, daardoor. En we hebben Wim Stuursma. Makelaar is hij. Hij woont in Borger. In Borger. En hij heeft verstand van de woningmarkt in de gemeente Stadsknaal, Borgo-Doorn, maar ook van Veendam. En daar gaan we met hem over hebben. Maar eerst, Gea. We gaan naar het weer. We gaan eerst naar het weer met Peter. 1 op vrijdag met het weer voor de komende week. Zoals je ziet, we zijn dit keer in Mussel bij de plaatselijke voetbalvereniging. En omheen is het grijs en grauw en de zon laat zich helemaal niet zien. Afgelopen week hebben we ook weinig de zon kunnen zien. Zelfs donderdag een beetje sneeuw gehad 's morgens. En het smelt in ieder geval wel vrij snel, dus de sneeuw hebben we maar kort van kunnen genieten. Straks ga je even kijken naar het weer voor de komende week. Straks meer!
We gaan even kijken naar de rest van de weer voor de komende week. Even voor de weerfoto, voor de mensen die nog een weerfoto hebben, stuur even een foto naar dit volgende adres. En misschien zie je volgende week je eigen foto hier voorbij verschijnen. Ja, de rest van de week, het blijft allemaal grijs en grauw. Overdag graad 3 à 4 en s'avonds goed eraf tot net onder het vriespunt. Min 1, min 2 is plaatselijk mogelijk. Af en toe nog een winterse bui is mogelijk, maar de zon zullen we van de week absoluut niet zien. Ja, het blijft allemaal een beetje kwakkelweer. Echt winter wil het nog niet worden. Volgende week gaan we even kijken of nog toch die winter van 2021 komt. Moet even wachten. Tot volgende week. Bye bye. Welke Groningse projecten zien straks het levenslicht met het geld uit de pot van Touwkomst? Gisteravond werd tijdens een extra uitzending van Noord Vandaag bekendgemaakt welke projecten Nationaal Programma Groningen de uitverkoren ideeën vindt. Touwkomst is een initiatief van het Nationaal Programma Groningen om het wonen, leven en werken in onze provincie te verbeteren. Ja, Jeroen, 3 miljoen euro, dat is niet niks. Daar kan ik ook wel genoeg projecten van bedenken om te gaan investeren. Maar voordat we het echt over de projecten hebben, wat is Touwkomst nou precies? Ja, goedenavond. Even een rectificatie, Rutger. Je hebt over 3 miljoen. Er is 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Oh, sorry, dat is nog iets meer, sorry. Ja, en er was een reservering voor het project hier in Stadskanaal bij de oude Philips. Daar is 3 miljoen voor gereserveerd. Ja, Touwkomst, het panel. Vanuit Nationaal Programma Groningen is er geld gereserveerd voor de toekomst van de provincie. En daar hebben ze gezegd van we willen dat vanuit de burgers zelf laten opbloeien van wat is het, wat kunnen we daarmee doen? Of hoe kunnen we de toekomst richting 2040, iets verder misschien nog, kijken van wat moeten we en waar kunnen we investeren? Nou, we hadden net Jan Nieboer hier te gast. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, of je het meegekregen hebt. Hij had het natuurlijk over de windmolens die weer weg moesten en dat we er andere projecten van moeten maken. Is daar ook die 100 miljoen euro voor? Nou, weg. Kijk, dat is eigenlijk zonde om het geld misschien. En of ik zelf voorstander of tegenstander, gaat niet om. Het gaat erom dat je de toekomst hier in de provincie wil waarborgen. En de mensen hier die leven en al jaren leven, een goede toekomst wil bieden. En dat er een energietransitie plaatsvindt, daar kun je niet omheen. Nee. Misschien iets minder windmolens, misschien iets minder zonneparken of op een andere manier. Een van de hele leuke ideeën was trouwens ook, als je het erover hebt, zonneparken en zet daar een mooie bosrand omheen. Ja, iets verder van de zonnepanelen af, zodat die panelen nog voldoende licht kunnen krijgen. Maar dat je vanaf de straat of vanuit het vergezicht niet zo'n, nou ja, voor mij lelijk zonnepark ziet. En wat is jouw functie binnen het project? Nou, ik zit niet binnen het project. Touwkomst is het project en het Touwkomst heeft een panel samengesteld. Je kon je opgeven en ik heb mij opgegeven. En vanuit de 240 aanmeldingen ben ik uitgekozen om deel te nemen in het panel. En wat was jouw taak daarin? Wat moest je dan doen als panellid? Ja, we zijn in eind augustus, begin september zijn we gestart. En eerst elkaar leren kennen, wie zit er allemaal in. En uiteindelijk was het de vraag voor ons om een goed advies te geven hoe we die 100 miljoen euro kunnen besteden. En wat was jullie advies? Ja, het hele advies is volgens mij 150 bladzijden. Ja. Ik weet niet hoe lang de uitzending duurt. Niet zo lang. Ik weet niet hoe snel jij kan praten. Misschien moet ik die vraag stellen, Jeroen. Hoe zei je dat? Ik weet niet hoe snel jij kan praten. Ik bedoel, als kraantje papi hem zou opnoemen, denk ik dat we nog wel komen. Maar kijk, uiteindelijk hebben we al vanuit Touwkomst zijn er 900 ideeën binnengekomen vanuit de hele provincie. En misschien nog wel een paar erbuiten. Met het idee, hoe kun je de toekomst, dus de Touwkomst van de provincie, een goede boost geven. Nou ja, hier, dan zit je daar met 20 mensen om al die 900 ideeën maar zo even te bekijken. Ja, dat was wel,
Nou ja, dat was al een klus. Dus ze hebben gezegd van, of heeft Touwkomst, het bestuur heeft gezegd van, als we nou die initiatiefnemers, die mensen met de ideeën, als we die nou eens bij elkaar zetten, ze gaan samen kijken waar is de verbinding, naar, vanuit die, en dat hebben ze gedaan. En toen zijn er 59 projecten ontstaan waar wij ons verder over mochten buigen. Maar goed, en Hielke, ik ga even naar jou toe. Jij hebt het panel, RTV1-panel, gevraagd wat hun mening is. Ja, kijk, Touwkomst heeft niet alleen een panel. Ook wij van RTV1 hebben een panel. Ik heb het panel gevraagd, moet er nou volgens jou veel veranderd worden binnen jouw woonplaats? Binnen zoals Knalborgendoorn of Veendam of een andere plek? Nou, dit was een beetje de mening. 80% ja. Dus veel mensen, het grote merendeel, zei ja, er moet echt iets veranderd worden. 20% zegt, nou, het is nu wel goed zoals het is. Het opvallende hieraan is dat in die 80% het grootste deel daarvan zijn de jongeren. Tussen de 18 en de 21 en tussen de 21 en de 35, een beetje die groep. En die 20% zijn vooral de ouderen, dus de 65-plussers, die zeggen, ah, het is wel goed zo. En wat moet er dan veranderd worden? Heb ik ook gevraagd. Dan hebben we hier antwoorden. Meer evenementen, dat is nu misschien een beetje lastig. Meer werkgelegenheid, beter cultureel klimaat, minder zwerfvuil. Dat vind ik ook wel trouwens, die bovenste vond ik echt heel leuk. Extra plastic zakken in plaats van 10 per maand. Dus er moeten meer plastic zakken komen, dat is belangrijk. Meer plastic zakken. Dat prima. En meer dingen voor de jeugd, omdat ze zich niet gaan vervelen. Dat is een beetje het klimaat dat er nu hangt en wat mensen zoal willen. Dus, maar het belangrijkste, jongens, meer plastic zakken. Om je plastic afval in te doen. Dus gemeente, schrijf vooral even mee. Terug naar jullie. Helemaal goed. Okay. Jeroen, zit zo'n project ertussen wat hier benoemd is? Ja, dat is een hartstikke mooi idee. En dat zegt wel iets van, hey, de mensen die gaan dus ook echt goed met afval om. En ze zien ook dus dat plastic apart moet. Dus dat is heel goed, denk ik. Misschien moeten we het aan de voorkant aanpakken en zeggen van, we moeten gewoon minder producten in plastic verkopen. En dan heb je ook minder zakken nodig. Nou, automatisch al. Maar welke projecten in deze omgeving hebben geld gekregen? Nou, had ik het net over 3 miljoen. Daar zei jij, nou, dat is niet alleen voor het hele project, maar dat is voor Stadskanaal. Welk project krijgt 3 miljoen? Ja, dat is, we hebben, er zijn meerdere ideeën over nieuw vakmanschap. Dus het idee is ontstaan met een aantal ondernemers en verschillende stichtingen. Die hebben samen een innovatiehub op het oude Philips-terrein willen ze dat bouwen of neerzetten. Ja, heel leuk idee. Touwkomstgeld is voor de hele provincie. Vanuit het panel hebben we gezegd van, hartstikke mooi idee, er moet ook doorgaan. Daar stoppen we geld in. Maar het idee moet wel zo ver komen dat het ook verder kan uitrollen door de hele provincie. Dus ook een vliegwiel-effect hebben. Nou, dat was wel een van de vereisten zoals wij naar alle projecten hebben gekeken. Ja, en dat is dus voor Stadskanaal. Voor de gemeente Veendam, richting Veendam, zit daar ook nog wat in? Ligt daar ook nog wat geld? Ja, kijk, je vraagt echt specifiek van, is het geld voor die of die of voor die? Het is over het geheel. Dus je moet ook echt kijken naar het geheel. Het geheel van de hele provincie. En ja, je vroeg mij dat voor de uitzending ook al even, van hey, welke gelden zijn toegekend aan Veendam of Stadskanaal of Ter Apel. Nou ja, het klooster van Ter Apel zat erbij onder. Ook wat aantal ideeën waar ook richting ons verhol. Want wij hebben het hele advies in 3 thema's gezet. Ons verhol, middelkoor en Milaans. Nou, dat zijn eigenlijk de 3 hoofdthema's. En als je dan ons verhol ziet, dan zie je daar ook een van de grote projecten, dat is Sterker Musea. Nou, daar zit bijvoorbeeld Streekhistorisch Centrum zit daar ook bij in. Maar ook een middelkoor, kans voor de kinderen uit de arme gezinnen. Nou, daar hebben we dus gezegd, dat is zo belangrijk. Daar hebben we 5 miljoen voor gereserveerd. Dat kwam ook uit Veendam. Je vroeg mij een van Veendam, maar dat vond ik ook mooi. En het voedselbos. Ik weet dat, en ik weet de naam heeft niet meer van de meneer, maar die heeft een idee ingebracht, voedselbos. En als je dan al die ideeën bekijkt, volgens mij waren er 5 of 6 van dat ideeën voedselbos. Dus ook vanuit onder de paraplu van Minlaand, daar zit bijvoorbeeld voedselbos. Ja, en als dat nu verder vorm kan krijgen
En ik hoop echt, en ik ga er ook van uit dat dat gaat gebeuren, dat de provincie dus ook daar een substantieel bedrag naartoe brengt. Helemaal goed, Jeroen. Dankjewel voor het benoemen en het uitzoeken voor ons welke projecten er in onze omgeving in ieder geval geld krijgen. Nou, zouden er vast genoeg projecten nog lopen ook. Dank voor het aanschuiven. Bedankt voor het vertellen wat Touwkomst is. En zit jouw taak er nu op? Korte vraag nog. Zit jouw taak er nu op als panellid? Nou ja, ik heb hiervoor gekozen omdat dit een afgebakend vrijwilligerswerk is. En ik vond het heel leuk om te doen. En of mijn taak erop zit. Kijk, we hebben wel gezegd van, het blijft natuurlijk van ons advies. En in het advies hebben we ook gezegd van, we willen erbij betrokken blijven. En op wat voor manier, of dit een panel blijft of een ander soort panel. Maar dat is wel een van onze adviezen. Helemaal goed. Dankjewel Jeroen en dankjewel voor je tijd. Oké, bedankt. Dankjewel Jeroen. En we gaan naar Wim Stuusma, makelaar en borger. Wim, welkom. Ja, goedenavond. Goedenavond. Wim, een grote vraag naar huizen. Huizenprijzen stijgen explosief en de hypotheekrente is historisch laag. Wat is er aan de hand met onze huizenmarkt? Ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder als je natuurlijk nagaat dat we eigenlijk midden in een coronacrisis zitten. Dat de woningmarkt het afgelopen jaar en ook in de stad van dit jaar daar eigenlijk helemaal niets onder te lijden heeft gehad. Nou, je noemt zelf eigenlijk al wel een paar mooie punten. De lage rentestand is natuurlijk een hele mooie factor voor de woningmarkt. Want als de rente laag is, zijn huizen ook betaalbaar. We zien dat het aanbod steeds verder terugloopt. Dat was landelijk natuurlijk al een paar jaar eerder aan de gang. Maar we zien dat nu ook kwartaal op kwartaal in onze regio gebeuren. Ten opzichte van vorig jaar in het vierde kwartaal is het aanbod hier met 45% gedaald. Terwijl het landelijk zeg maar met een derde gedaald is. Dus ja, er zijn eigenlijk steeds minder huizen te kopen en de vraag blijft eigenlijk onverminderd hoog. Ja, want Stadskanaal staat zelfs in de top 10 met de hoogste prijsontwikkelingen van de huizen afgelopen jaar. De gemeente Westerwolde stijgt zelfs het hoogst met uit mijn hoofd 13% per jaar. Hoe komt dat dat deze gemeenten zo hard de prijzen omhoog gaan? Nou, in de eerste plaats natuurlijk, wat ik zo net ook al zei, omdat wij natuurlijk bezig zijn om een inhaalslag te maken. Als je nagaat, het gemiddelde prijsniveau in Nederland ligt ongeveer op dit moment op €365.000. En dat was in de regio Zuidoost-Groningen in het laatste kwartaal €268.000. Dus als je daarnaar kijkt, zit daar nog best wel een heel groot bedrag tussen. Daarnaast kijken wij natuurlijk altijd naar gemiddelde prijzen. En bij gemiddelde prijzen moet je ook realiseren dat het dan ook te maken heeft met het aantal woningtypes wat verkocht wordt. Dus als er veel dure vrijstaande woningen worden verkocht, dan beïnvloedt dat ook eigenlijk direct het gemiddelde van het prijsniveau. Nou, we hebben hier natuurlijk in de regio heel veel vrijstaande woningen. Als daar dus prijsstijgingen in komen, dan zul je ook zien dat eigenlijk de prijzen daardoor ook gemiddeld meer stijgen. Je kunt het een beetje vergelijken met als je boodschappen doet bij Albert Heijn. Als je een hele hoop goedkope boodschappen in de winkel koopt, dan heb je een gemiddelde lage prijs. Maar ga je dure boodschappen erin doen, dan zul je ook zien dat die gemiddelde prijs per boodschap behoorlijk veel hoger wordt. Ja. En zo werd dat eigenlijk ook met onze cijfers van de woningmarkt. Ja, in 2021 wordt het moeilijkste jaar voor starters op de woningmarkt. Dat zegt de Leeuwarden Courant afgelopen week. Waarom is het zo moeilijk dan? Nou ja, als je nagaat dat je met een modaal inkomen ongeveer €160.000 kan lenen. Met twee keer een modaal was het vorig jaar €260.000. Dat zal ietsjes verbeteren doordat en de rente nog ietsjes lager gaat worden, verwachten we. En doordat het bedrag wat je met het tweede inkomen mag lenen iets hoger is geworden. Maar als je dan ziet inderdaad dat landelijk de prijzen al op €365.000 zitten en we hier al op €268.000 zitten. Dan kun je wel nagaan als je een gemiddelde woning wil kopen, dat je dan al met z'n tweeën een modaal inkomen moet hebben om dat te kunnen kopen. En als je starter bent en alleen bent, hè, voor 4 jaar geleden werd een tussenwoning bijvoorbeeld in Stadskanaal nog verkocht voor €120.000, €125.000. Diezelfde tussenwoning kost nu ook €155.000, €160.000 of meer. Kunnen we dan ook concluderen dat deze omgeving gewoon heel populair is op dit moment? Of kunnen we dat dan juist weer niet concluderen? Nou, je ziet dat eigenlijk de grenzen van het land steeds meer worden opgezocht. Het begint natuurlijk in de Randstad en dat heeft zich eigenlijk verspreid als een olievlek over heel Nederland. En je ziet dat nu ook aan de randen van Nederland er gewoon een enorme krapte in de woningmarkt gekomen is. Dus inderdaad, ook hier is het gewoon populair. We zien ook dat de toestroom uit het westen vanaf 2015 ook verdubbeld is.
Dus in, daaruit kun je ook wel zeker herleiden dat ook een hele hoop mensen toch wel de rust en de ruimte zoeken die wij hier te bieden hebben. En dat is dan misschien wel een klein vliegwieltje van corona ook aan, doordat veel mensen nu thuiswerken. Ja, dat ze natuurlijk ook prima hier in deze regio kunnen thuiswerken. Hoe ze niet voor in Amsterdam, Utrecht of noem maar een plaats daar te blijven. Wat is een gemiddelde verkooptijd om een woning te verkopen? Gemiddeld in Nederland kost het ongeveer 29 dagen. De provincie Groningen heeft zichzelf positief onderscheiden dat het gemiddeld daar 26 dagen was. Daar zit natuurlijk wel de stad Groningen bij in, waar het zelfs in 24 dagen wordt gefixt. Dus die beïnvloedt natuurlijk ook heel positief de cijfers van de provincie. Ja, en statuswoningen, zijn die er voldoende of zeggen jullie zoiets alsjeblieft, bouw er nog wat meer? Nou, kijk, als we even in deze regio kijken, zijn natuurlijk met name in de eind jaren 60, begin jaren 70 heel veel eengezinswoning gebouwd. Hè? Die beschouw ik dan maar even als statuswoningen. Die zijn natuurlijk eigenlijk niet meer gebouwd. Ik heb zelf dan een kantoor in Borgen. Daar zijn in de periode van 2013 tot 2016 nog wel statuswoningen gebouwd. En we hebben wel gezien dat er heel veel vraag naar is. En we kunnen ook eigenlijk uit de cijfers halen dat voor een nieuwe woning in verhouding meer geld per vierkante meter betaald wordt als voor een oudere woning. Omdat die natuurlijk beter geïsoleerd is, nou, dat je direct een mooiere keuken hebt, een mooiere badkamer hebt, de woning gewoon ook functioneel beter in elkaar zit. Dus ik denk zeker dat er ook hier in deze regio wel behoefte aan statuswoningen is. Ja, Hielke, jij hebt dingen weer uitgezocht, hè? Denk zeker. Ik heb het panel gevraagd, zeker met dit in het achterhoofd. Vinden jullie dat er meer woningen gebouwd moeten worden in de regio of in jouw woonplaats? En dan zie je echt iets heel opvallends. Kijk maar even mee. Tada, 50-50. Mensen zijn, staat gelijk. 50% vindt, ja, er moet meer gebouwd worden. 50% zegt, nee, helemaal niet nodig. En ook hier zie je hetzelfde bij de vorige keer. Die 50% die zegt, nee, dat zijn vooral de wat oudere mensen. En die 50% die zegt, ja, zijn vooral de jongere mensen. Dan zeker in de leeftijdscategorie van 31-45. Die zegt dan vooral, ja jongens, bouw alsjeblieft meer woningen bij. En ook qua gemeente zie je iets opvallend, even regionaal houden. In Stadskanaal en Veendam zeggen ze, ja, bouw alsjeblieft meer bij. Dat is meer de ja-kant. En de nee-stemmen zitten meer in Borgerodon en de andere gemeentes in Drenthe en Groningen die hierbij kwamen. Dus je ziet wel, vooral de jongeren in Stadskanaal en Veendam willen meer woningen. Ja, maar goed. Hey Wim, ik las vanmiddag op RTV Drenthe het verhaal dat de binnenstad van Assen, ik weet niet of je het ook hebt gelezen, daar worden veel huizen gebouwd. Dat moeten koopwoningen worden. Dat heeft de gemeente besloten. Nou, zijn ze daarmee akkoord gegaan, maar nou hebben ze hem verkocht aan eengene die hem de huizen gaat verhuren. Dus de ene partij zegt, ja, we hebben het verkocht, dus het zijn gewoon koopwoningen. Terwijl de gemeente zegt, ja, maar het zijn nu huurwoningen. Is dat ook het idee hoe we hier misschien daarmee om kunnen gaan? Of? Ik heb dat vooral niet meegekregen vanuit Assen. Maar sowieso kun je natuurlijk altijd kiezen voor een mix van koopwoningen en huurwoningen. Want ook huurwoningen zijn gewoon heel schaars. Dus in die zin denk ik dat het voor beide markt is. En we hebben ook vanuit de NVM al doorgezegd, er moet ook vooral gebouwd worden voor het middensegment. Is natuurlijk vroeger in deze regio heel veel gebouwd voor de sociale huurwoningen. Dat is op zich ook prima, dat voldoet heel goed aan de behoefte. Maar daarna zijn er ook best natuurlijk wel mensen die meer kunnen betalen als die €722 wat het vorig jaar was. Die best een woning willen huren voor €800-900 of meer. Ja, ook dan kan ik heel goed refereren naar wat wij zelf in Borger hebben. Daar verhuren wij ook, met name dan, dat zijn dan met name ook voor ouderen geschikte woningen midden in het centrum. Die dan vanuit een particulier initiatief door iemand omgebouwd zijn. Winkelpanden die omgebouwd zijn tot twee appartementen. Die gewoon helemaal in nieuw staat worden opgeleverd. Ook helemaal voldoen aan de nieuwe energienormen. En wij zien toch dat die woningen heel vlot verkocht worden voor €1000. En we hebben ook nu nog een project waar de huren nog hoger liggen. Van €1200-1300. En ook daar zijn genoeg geïnteresseerden voor. Dus ook zeker voor die markt is ruimte ook in deze regio. Helemaal goed, Wim. Hey, nog eventjes, jouw voorspelling voor 2021 op de huizenmarkt. We gaan er eigenlijk van uit dat het redelijk stabiel blijft. Dat is eigenlijk ook het afgelopen jaar gebeurd. En er is al minder aanbod, maar door de dynamiek in de woningmarkt, doordat woningen heel snel verkocht worden, lijkt het ook alsof er minder woningen worden verkocht. Maar uit de cijfers blijkt dat het gewoon eigenlijk heel stabiel gebleven is. Dat aanbod is natuurlijk wel alles bepalend of we de verkoopaantallen kunnen vasthouden van de vorige twee jaren.
Maar daarvan uitgaande verwacht ik eigenlijk dat het op hetzelfde niveau zou kunnen eindigen. En als het aanbod wel iets afneemt, nou, dan zullen we misschien een klein krimpje van 2-3% hebben. Daar zijn jullie dus niet bang voor? Nee. Nee. Helemaal goed. Dankjewel Wim dat je aan wou schuiven bij ons in 1 op vrijdag. En graag tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Fijn weekend. Fijn weekend. Fijn weekend. Zometeen gaan we het hebben met Harma de Roo over de Poëzieweek die gisteren van start is gegaan. En daarnaast gaan we het met Charissa Blauw-Eikel hebben over sporten via Instagram. Maar eerst gaan we naar ons nieuwe wekelijkse item. De quiz. De quiz met Siep. Ja. En vergeet niet om mee te doen. We hebben al heel wat antwoorden gekregen. Maar de antwoorden op de vragen kan je sturen naar studio@rtv1.nl. Staat zo meteen ook in het stukje. Maar alvast bij deze. En daar gaan we nu naar kijken. Hoi Noblu, dit is alweer de tweede aflevering van het quizje met Siep. Vroeg Zeeze, Beventouw. Welke zanger die op Tropel woont, is 18 jaar lang muskusruitenvanger geweest? Vroeg Seum. Welke grunniger zanger, luidjeschriever, heeft in 2009 de muziek van het Oldamster Volkslied componeerd? Vroeg Aagte. Welke Drentse band gaat al sinds jaren 90 op fietsen door Drenthe? Vroeg Negen. Welke grunniger zangeres komt uit Termunter Ziel en zingt door ook over? En lees de vroege voor vanopens. Vroeg Tine. Welke Drentse rockband bracht in 2020 een ode aan doventolk Irma Sluis? Dit werden de vragen voor deze avond. Zo dan kom weg. Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Wat begon tijdens één dag, is verlengd naar een hele week. Dit jaar is de week van 28 januari... tot 3 februari omgedoopt tot Poëzieweek. De Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige initiatief voor poëzie in de Lage Landen. Het thema van deze 9e Poëzieweek is samen. Ja, Harma, fijn dat je er bent. We werken in de bibliotheek hier in Stadskanaal. En de Poëzieweek, dat is iets wat jaarlijks is ondertussen. Hoe sta jij erin? Ja. Wat vind jij van de actie? Zoals het filmpje al zei, poëzie is natuurlijk heel mooi om op deze manier het laagdrempelig te brengen. En ook in deze week om er aandacht aan te schenken. Dat is natuurlijk een heel mooi landelijk initiatief. Ja. Jazeker. Harma, hoe gaan jullie het aan de man brengen? Want alles is dicht, de bibliotheek is dicht, de scholen zijn dicht, de boekenwinkels zijn dicht. Hoe pakken jullie dit op? Ja, klopt. Ja, we hebben elk jaar hebben wij een gedichtenavond. Dat was ook altijd de start van de Poëzieweek. En helaas kon het ook dit jaar niet doorgaan. En we hebben een ander initiatief hebben we opgepakt. Samen met de Bibliotheek Westerwolde hebben we een aantal dichters gevraagd uit de regio om met het thema samen aan de slag te gaan, om daar een gedicht bij te maken. Of misschien hadden ze al iets liggen met het thema. En deze gedichten hebben we gebundeld. En in iedere dag laten wij via social media, via de Facebookpagina of via de Instagram-pagina, plaatsen we elke dag een gedicht. Ja. Wordt er ook een gedicht voorgelezen? Nee, er wordt geen gedicht voorgelezen. Het is echt op een plaatje zie je het dan, zodat mensen het zelf kunnen lezen. Echt zelf even de tijd voor kunnen nemen om het door te nemen. Een gedicht komt vanuit je binnenste. En om het zo over te brengen naar de lezer toe, is het ook mooi om het even rustig op eigen tijd te kunnen lezen.
En zodat het dus ook weer terug binnen kan komen bij de lezer. Het is wel een beetje ironisch, Harma. Dit jaar is het thema samen, terwijl je juist alleen bent. Is daarom er ook voor gekozen voor het thema? Is het ironisch of is het misschien juist heel, heel mooi om erover na te gaan denken over het samen? En juist om het thema bespreekbaar te maken van samen, is het juist, kun je het heel mooi uitkleden en ook zeggen van ja, het samen is een mooi woord. En daar kun je heel veel gedichten, verhalen kun je daarover vertellen om daar ook met elkaar dan ook weer troost in te vinden. En dat hebben de dichters die we hebben gevraagd, hebben dat ook heel mooi samengebracht. En er zijn ontzettend mooie thema's naar voren gekomen. En je ziet ook dat elke dichter heeft dan weer zijn eigen manier van schrijven. Sommige gedichten zijn juist heel, heel laagdrempelig, heel, heel mooi, heel dichtbij. En ook de andere gedichten zijn weer, moet je even over nadenken van, hey, weet je, dan wat bedoelde dichter hiermee? En ja, zo kun je dus weer uitkleden en bij jezelf nagaan van, wat raakt mij hierin? En dan kan het je, een gedicht kan je dus troost geven. Het kan je opvrolijken, je kan er heel erg blij van worden. Dus ja, een gedicht is niet... Het is niet gelijk ironisch. Samen komt bij mij niet ironisch over, maar juist heel, heel mooi dat je er iets mee kunt samen. Ja, en Hielke heeft een... jij zei net, er wordt niks voorgedragen. Nou, Hielke heeft toevallig gewijs, zonder dat we het erover hadden, maar uit mijn favoriete dichtbundel een stukje gepakt. Hielke? Ja, zeker. We hebben net even een dichtbundel uitgelicht. Kijk maar even mee deze. Wat moet je doen? Wat moet je doen als je over een nijlpaard struikelt? Nou, als ik dat doe, heb ik echt heel erg mijn best gedaan. Maar goed, heeft het de Zilveren Griffel 2020 en het Zilveren Penseel 2020 gewonnen. Dus, en het hele boekje omvat zich een beetje in één gedicht. En dat is een heel kort gedicht, kan ik wel even voordragen. Wat moet je dus doen als je over een nijlpaard struikelt? Allereerst sorry zeggen. Daarna met jezelf overleggen. Hoe je hem terug gaat laten struikelen. Ha, alsof dikhuiden de enige zijn die hun gewicht mogen gebruikelen. Nou, ik heb het boekje nog niet gelezen. Rutger, jij wel, hoorde ik. Ja, ik heb hem thuis in de boekenkast staan. Ja, jij gaat hem volgende week voor mij meenemen. Ik neem hem volgende week voor je mee. Ik ben echt heel erg benieuwd. We zijn lekker Veronica en Sait wel reclame maken voor een boek. Maar ik ben echt heel erg benieuwd naar hoe dit gaat. En ja, je moet nu gewoon alleen lezen, want het kan ook niet anders in lockdown. Heb ik tenminste wat te doen tijdens de avondklok. Terug aan jullie. Helemaal goed. Hielke, dankjewel. Harma, jij bent natuurlijk ook het gezicht van het Schrijverscafé. Doen jullie daar nog wat mee met de Poëzieweek? We hebben met het Schrijverscafé het thema samen hebben we opgepakt. En hebben we ook gedichten meegeschreven. En dus ook voor Bibionet heeft ook uitgekozen dat een schrijver uit het Schrijverscafé ook zijn gedicht mag presenteren tijdens de Poëzieweek. Dus we blijven ermee aan de slag. Achter de schermen blijven we bezig. Gaan we ook via een Zoom-verbinding. Gaan we met elkaar nog in overleg en blijven met elkaar in verbinding. En er zijn ook een aantal leden die niet de mogelijkheid hebben om via Zoom bij elkaar te kunnen komen. Dan gaan we toch naar elkaar mailen en verhalen en gedichten met elkaar delen. Want ja, dat is toch het mooiste als je iets schrijft dat je het met elkaar kunt delen. Helemaal goed. Dankjewel, Harma. Ik ga nog even terug naar Hielke. Hielke, had jij nog iets voor ons? Ja, want dat vroeg iemand net via Facebook aan ons. Aan tafel, wat is nou jullie favoriete boek? Oh, ja. Mijn favoriete, ik ben net aan het lezen, De meeste mensen deugen. Van Rutger Bregman, of niet? Ja, van Rutger, Een positief boek in ieder geval. Rutger, jij? Ja, dan denk ik toch Lampje of Quotum. Zo, dat is een hele andere kant van het verhaal. Ik zie Harma ook een beetje knikken. Harma, ken je ze of niet? Ja, zeker, ja. Kijk, mooi. Zijn het een beetje goede boeken? Jawel. Harma, wat is jouw favoriete boek eigenlijk? Van Toon Tellingen. Hmm. Oh ja, dat is goed. Ja, de dierenverhalen. De dierenverhalen, Hielke, die van jou dan? Ja, die wel. Nou, ik heb niet echt een favoriet, maar ik ben wel in eentje bezig. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En ik lees nu het boek De Zaak Menten over een oorlogsmisdadiger in Nederland die pas na ruim 20 jaar opgepakt wordt door een journalist. Nou, laten we een boekclubje beginnen. Ja, aanraden. Zou ik zeggen. Gezellig. Ja, leuk. Hey Harma, dankjewel voor het aanschuiven digitaal bij ons. Ja. En heel veel plezier en succes deze week. En online kunnen we natuurlijk alles vinden op jullie Facebookpagina. Ja, elke dag een nieuw gedicht. Helemaal goed. Dankjewel. Dan gaan we naar de oud-Nederlandse kampioenen turnen.
Ze lacht er al een beetje bij. Ja, dat klopt. Wat zeg je? Dat klopt, ze hebben gelijk. Dat hebben we ook even opgezocht. Charissa, fijn dat je aan wil schuiven. Je hebt op je Instagram-kanaal CharFitness29 workouts op Instagram gezet. Waarom? We zijn natuurlijk gesloten. Hè. De sportscholen zijn vanaf 30 december weer dicht. Op een gegeven moment ga je zoeken naar mogelijkheden van... En mensen moeten natuurlijk zorgen dat ze thuis kunnen werken en eventueel ook kunnen sporten. Hè. Dat kun je natuurlijk ook buiten doen. En je ziet toch heel veel mensen nadenken van wat kan ik nu eigenlijk thuis doen aan workouts? En natuurlijk de oefeningen die daarbij horen. En ik dacht van gaan ze op eigen initiatief een eigen pagina openen. En zodoende ben ik er vorige week woensdag mee begonnen. En wordt erop gereageerd? Ja, ik heb binnen een weekje zit ik nu bijna op 100 volgers. Dus op zich, ik kijk het heel rustig aan en ik zie wat er mee gebeurt de komende weken. En wat is je doelgroep ongeveer? Wat zijn je volgers? Aan de hand van de lessen die ik zelf geef, probeer ik eigenlijk wel vanaf de jeugd, zeg maar. Dus ik reken me vanaf 12 jaar ouder. En dit kan je eigenlijk tot je 100ste doen. Tenminste, ligt aan hoe fit en vitaal je natuurlijk bent. Ja, helemaal goed. Hielke, we gaan gelijk weer door naar jou. Je blijft wakker zo. Zeker. Vertel, wat heb jij uitgezocht? Nou, we kunnen natuurlijk weinig sporten in deze coronatijd. Dus ik heb mensen gevraagd, mis jij het sporten nou een beetje, het groepsport bijvoorbeeld, in coronatijd? Nou, dat was een hele duidelijke. Kijk maar even mee. 80% zegt nee en maar 20% zegt ja. Dus of weinig mensen sporten of mensen kunnen nog steeds sporten door bijvoorbeeld hardlopen in deze coronatijd. Ik gooi deze vraag ook even op tafel, jongens. Missen jullie het sporten? Absoluut. Ja, zeker. Ik had me net, dit klinkt misschien weer heel gek, maar ik had me net aangemeld voor badminton. Oh, dat was ik. Ja, groepsles voor badminton. Maar ja, net op de dag dat mijn eerste les was, de lockdown, dus toen mochten we niet meer. Ja, ik heb een tijdje... Is hij blij mee, hoor? Ja, is hij blij mee. Ja, ik heb wel een tijdje sport. Ik heb een tijdje basketbal gedaan. Oh, ja. Op een gegeven moment begonnen ze met mij te gooien, dus dat heb ik maar helemaal weggegooid. Dus weinig mensen sporten dus in de regio. Of, in ieder geval, weinig mensen missen het. Helaas misschien wel. Terug naar jullie. Ja, hoe gaan we dat veranderen, Charissa? Want het is toch wel belangrijk, sporten. Ja, ik denk dat sporten voor de meeste mensen, of in ieder geval voor veel mensen, een goede ontlading ook kan zijn. Dus ik zeg wel eens, inspanning is ook ontspanning. En ontspanning krijg je ook door inspanning. En ik denk dat sporten je ook maar een moe en voldaan gevoel geeft. Dat je na een uurtje of anderhalf uur denkt van, hey, ik heb toch wel iets gedaan. En ik vind ook best, als je hebt gesport, je mag best wel spierpijn krijgen. En spierpijn ga je niet doden, zeg ik altijd. Ja, dat zijn gewoon de tekenen dat je ook iets hebt gedaan. Ja. Dus ik denk dat het best wel goed is dat mensen even weer van het bankje afkomen. Nou zit ik zelf ook op de bank, maar van je bankje af en in beweging gaan. Dus Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar Charissa, merk je ook dat ze je op sportschool missen? Ja, wat we wel mogen doen is het buiten trainen. Ja, goed, met het weer zoals vandaag wordt niet iedereen daar blij van om naar buiten te gaan om te sporten. Wat ik zelf merk waar ik werk is, we hebben echt heel veel mensen. Dus het is ook echt vanaf de jeugd vanaf 6 jaar. Hè, dat is een klein kindergroepje en de oudste bij ons bijna 90. En wat die mensen vooral missen is het samenkomen. Hè, het socializen in een fitnesszaal of tijdens een groepje die les krijgt. Het koffiedrinken na de sportles. Ja, dat is wat mensen wel heel erg missen. En je weet natuurlijk niet hoe lang of wanneer de sportscholen weer open mogen. Maar hoe lang houden sportscholen dit vol? Hoe hou je het hoofd boven het water? Dat is heel moeilijk. Kijk, januari is natuurlijk dus de maand om nieuwe leden binnen te halen. En die mis je nu gewoon keihard. Hè? De maand januari is over 2 dagen al voorbij. En leden schrijven zich uit. We gaan de contract niet verlengen. Dus dit is voor ons als sportschool zijn een hele zware maand. Ja, ja zeker. Charissa, waarom moeten mensen jou nou gaan volgen? Ik ben al een beetje bekend in de regio bij een aantal mensen. Vanuit mijn sportverleden natuurlijk binnen het turnen. Ik kan natuurlijk niet alleen maar turnen. Ik kan ook, ik geef ook zwemles en ben dus fitnesstrainer. En ik denk aan de hand van mijn houding en techniek, die ik dus vanuit het verleden goed om kan zetten naar een aantal oefeningen voor thuis, denk ik dat het heel goed is om uit de hand daarvan mij te gaan volgen. En om inspiratie op te doen voor thuis. Nou, helemaal goed. Wil je dan nog één keer jouw kanaal opnoemen?
Kijk via Instagram op charfitness met dubbel S 29. En vooral even volgen. Ik plaats 2 keer een foto per week en 1 keer een video. En ja, ik hoop natuurlijk wat meer video's te plaatsen. Dus ja, ik zie je graag op mijn kanaal. Rutger, niet goed. Vergeten. Nee, jij ook niet, Gea. Nee, we gaan, ik wil graag volgende week een filmpje van je zien. Is goed. Ja? Doen we dat. Zie je ook graag op mijn kanaal natuurlijk, hè? Jazeker. Ja, ik ga je zo meteen na de uitzending direct volgen. En dat mag je ook best plaatsen dan daarin. Dus dat we dat eventjes zwart op wit hebben. Ja, afgesproken. Helemaal goed. Sarissa, dankjewel voor het aanschuiven. En heel veel succes met je Instagram-kanaal. Yes, dankjewel. Oké, hoi hoi. En we gaan naar Hielke. We gaan naar het nieuws met Hielke. Zeker. En we beginnen met de gemeente Stadsknel. Die heeft al een hele bijzondere manier bedacht om het tekort onder de aandacht te brengen. Het gemeentetekort. Namelijk, er komt een tafeldiscussie met onder leiding van Janine Abbring. Onder andere bekend van Zomergasten. En aan tafel zullen aanschuiven. We kijken de hoogleraren Casper van den Berg, Douwe-Jan Elzinga en Bettine Bok gaan met haar in gesprek over de problemen in de gemeenten. En dit is allemaal te volgen dinsdag via Vimeo. YouTube Vimeo. En blijf even in de gemeente Stadskanaal. Namelijk, de knolsters betalen gemiddeld gezien het minste aan belasting van de hele provincie Groningen. Er is een stijging van 2,3% ten opzichte van vorig jaar. Dat zal neerkomen op een kleine 15 miljoen aan belastingen in totaal. En per inwoner is dat €467 gemiddeld. Maar het is, ondanks dat het een stijging is het minste van de hele provincie. Het is de hekkers uit de gemeente Vindam. Onder andere verwacht een bedrag van ruim 13,5 miljoen aan belastingen te innen. En dat is een verschil van 6% ten opzichte van 2020. Bijna alle gemeenten, behalve het Hoge Land in de provincie Groningen, vragen meer belasting dit jaar. Onder andere natuurlijk door de coronacrisis. Dan, de rechtbank in Groningen heeft 2 broers uit Stadsknal van 24 en 27 jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst 4 jaar wegens cocaïnehandel en witwassen. De broers hielden zich 3,5 jaar bezig met criminele activiteiten in Stadsknal. En het Openbaar Ministerie had tegen de broers 3 jaar cel geëist. Maar de rechtbank heeft er toch 4 jaar van gemaakt. Dan, FUK. En dit hoeft niet weggepiept te worden, maar de gemeentelijke partij VUK, V-U-K, staat voor Verutkieken. En heeft een nieuwe fractievoorzitter. P. Lange, die de partij heeft opgericht, is niet langer meer de fractievoorzitter. Namelijk Lies Zondag neemt het stokje van hem over. Zij die zit al sinds 2014 in de gemeenteraad. P. blijft wel gewoon het gezicht van de partij, trouwens. Trouwens, jongens, even naar jullie. VUK. Zou dat een goede zijn voor de Tweede Kamer? VUK? Nou, qua promotie wel, denk ik. Maar, ik denk dat op social media goed gaat. Maar met een V, hè? Dus fuck. Ik hoef niet weg te worden. Oké. Fuck. Over naar jullie. Helemaal goed. Hielke, dankjewel voor jouw bijdrage dus vandaag. Volgende week zijn we er weer. Ik denk dat Gert-Jan hier gewoon weer zit op deze plek. Ja. En ik hoop natuurlijk, en daar ga ik ook vanuit, dat jij ook gezond bent en volgende week ook hier weer zit. Natuurlijk. Volgende week onder andere met Johan Hamster, onze wethouder, die in de race zit voor beste bestuurder van het jaar. En hopelijk zit hij hier dan als beste bestuurder. En anders gewoon als kandidaat. En dan is hij de beste bestuurder van Stadskanaal. Laten we daar dan maar op houden. Maandag om 7 uur is 1 op maandag er weer. En volgende week is 1 op vrijdag er weer. Om 7 uur. Graag tot dan. Hoi hoi. Hoi.